Goedenavond, welkom op deze webinar over de fietspaden binnen het project Oosterweelverbinding. Ik ben Gerlinde Dont, ik ben werfcommunicator bij Landis en ik ben jullie gastvrouw vanavond. Voor ik mijn presentatie start, wil ik graag met jullie een aantal praktische afspraken maken. Jullie kunnen jullie vragen stellen in de chatbox. Mijn collega of ik zullen daar dan op antwoorden. Deze webinar blijft ook nog een weekje online staan, dus u kan hem gerust herbekijken en alsnog later je vragen stellen. Dan ga ik ondertussen even mijn presentatie openen. Ja, misschien moeten jullie ook al even laten weten van waar jullie zijn. Dan weten we dat jullie de chatbox gevonden hebben. En voor ons is dat ook altijd leuk om te weten. Ja, onlangs sprak ik een kameraad die niet wist dat we eigenlijk zoveel fietspaden aanleggen bij de Oosterweelverbinding. En ik vond dat wel heel frappant en vandaar dat ik daar toch wel dieper op wil ingaan. Laat ik beginnen bij het begin. Waarom bouwen wij de Oosterweelverbinding? Wat zijn we van plan in die Antwerpse regio? We willen die Antwerpse regio leefbaarder maken. We willen vooral ook de mobiliteit opnieuw vlot trekken. Dat zorgt dan voor minder sluipverkeer in die omgeving. En hoe gaan we dat doen? We gaan dat enerzijds doen door het doorgaande verkeer rond de stad te leiden via de groene verbinding. En anderzijds zorgen we ervoor dat de ring in het noorden van de stad rondgemaakt wordt voor het stadsregionale verkeer. We zitten hier met een belangrijke haven. Antwerpen is een sterke economische regio, het middelpunt van Europa ook. We moeten uiteraard bereikbaar zijn en dat kan via die rode verbinding. Maar wie niet in Antwerpen moet zijn, die zal in de toekomst worden rondgeleid via de groene verbinding. De studies voor dit traject zijn lopende. Voor de Oosterweelverbinding, daar zijn we al in uitvoering en daar gaan we vandaag dieper op in. Die Oosterweelverbinding bestaat uit 5 onderdelen. Het eerste onderdeel vertrekt, ik ga eventjes terug, het eerste onderdeel vertrekt op Linkeroever. Op Linkeroever renoveren wij de bestaande infrastructuur. Wij zorgen ervoor dat die knooppunten hier veiliger worden. En er komt ook een ring rondom het centrum van Zwijndrecht voor de lokale verkeersafwikkeling van en naar de snelweg. Vanop Linkeroever vertrekt er een tunnel, de Scheldetunnel. Die komt aan op Rechteroever in het Oosterweelknooppunt. Dat Oosterweelknooppunt ligt op ongeveer 30 meter diepte en van daaruit vertrekken opnieuw tunnels, de zogenaamde kanaaltunnels, die de ring van Antwerpen verder rondmaken en aansluiten op de verdiepte R1, de verdiepte ring, want we gaan dat viaduct van Merksem afbreken en de ring hier in het oosten van de stad, het noordoosten van de stad, gaan wij op min 1 niveau aanleggen. Nu, dit heeft tot doel enerzijds om de ringinfrastructuur veiliger te maken. In de toekomst zal die ringinfrastructuur werken, niet alleen met de Oosterweelverbinding, maar in samenhang met de Kennedy-tunnel en de Liefkezoektunnel. We zorgen ervoor dat er slimme verkeerslichtenregeling is, slimme dynamische signalisatie is, waardoor dat het verkeer eenvoudig rondgeleid kan worden. Door de eerste overkoppingen zorgen we ervoor dat de eerste ringparken ontstaan, dat de leefkwaliteit voor de omgeving beter wordt, dat er minder geluidsoverlast is. We creëren ook meer stedelijke ruimte daardoor en dat zorgt er natuurlijk voor dat de stad Antwerpen veel meer mogelijkheden heeft voor die ruimtelijke ontwikkeling. En dankzij het aanleggen van verschillende multimodale knooppunten, denk aan park en rides, overstapmogelijkheden op de fiets. En dat fietsnetwerk van meer dan 35 kilometer zorgen we ervoor dat we een modoshift creëren. Want we leggen niet alleen
weginfrastructuur aan. We leggen ook een fietspadennet en aansluitingen op alternatieve vervoersmiddelen aan om ervoor te zorgen dat meer en meer mensen die overstap maken naar een duurzaam vervoersmiddel. En daar gaan we vandaag dieper op in. Nu, die infrastructuur die leggen we aan tijdens de Oosterweelwerken, maar dat is dan klaar tegen het einde van de Oosterweelwerken, maar ondertussen hebben we natuurlijk de periode van de werken en we zijn op zoek naar maatregelen om op korte termijn toch al die modal shift te kunnen creëren tijdens de werken. We doen dat door de uitbouw van multimodale knopen. We hebben onder andere in het Waasland van het station Beveren multimodaal knooppunt gemaakt. Van de Park & Ride Melcele is een multimodaal knooppunt. We zijn in overleg met de lijnen, met de lokale besturen, om te kijken welke optimalisaties er voor het openbaar vervoer kunnen gebeuren. Daarnaast kijken we ook welke missing links in het bestaande fietsnetwerk zijn van de rand naar de stad. En kijken we welke missing links we op korte termijn kunnen realiseren. En daarnaast zorgen we ervoor dat de verkeerslichtenregeling op de bestaande kruispunten, dat die geoptimaliseerd worden en voorrang geven aan het openbaar vervoer en aan het fietsnetwerk. Ik denk bijvoorbeeld aan de Groenendalaan. Hier zien we een voorbeeldje van maatregelen die we op Linkeroever hebben genomen in het Waasland. Een fietsoversteek om de fietssnelweg naar de overkant, op een veilige manier naar de overkant van de weg te brengen en om aan te sluiten op de Park & Ride Melcele. Een veilige fietsoversteek, lichten geregeld vanuit een bedrijvenzone aan de Zwaluwbeek in Kruibeke-Zwijndrecht. Het Park & Ride gebouw op Linkeroever zal in de loop van 2022 in gebruik worden genomen. Heeft een eigen tramhalte en het fietsverkeer kan daar parkeren om over te stappen op de tram. En dan in Beveren hebben we een perron voorzien voor een bushalte, zodat de lijn richting Calo doorgetrokken kan worden. Het zijn allemaal maatregelen die we in het Waasland reeds hebben doorgevoerd, maar ook op Rechteroever voorzien we dergelijke maatregelen. Ik denk bijvoorbeeld aan de Oost-West-verbinding met de fiets vanuit Bommelgem, van Deurne richting Borsbeek of ook vanuit Ekeren richting de haven via de Noorderlaan. En daarnaast werken we samen met andere initiatieven zoals de waterbus. De waterbus die ervoor zorgt dat je snel over het water met de fiets bijvoorbeeld richting Antwerpen kan varen. Slim naar Antwerpen heeft een slimme routeplanner waar je kan kijken welk vervoersmiddel of welke combinatie van vervoersmiddelen jou bij de stad kan brengen. En op die manier zijn er verschillende initiatieven die de modal shift stimuleren en die ervoor moeten zorgen dat er ook tijdens de werken meer auto's uit dat verkeer worden gehaald. En natuurlijk heeft corona ook een handje geholpen. Ook voor het goederenvervoer zijn er verschillende maatregelen. Er zijn initiatieven van bedrijven zoals Lineas, die een goederentreinoperator, die ervoor zorgen dat er meer treinen komen richting die haven en die ervoor zorgen dat er vrachtwagens uit het verkeer worden gehaald op de ring. Er zijn hubs gekomen om containers naartoe te voeren, containers die dan verder 's nachts en via het spoor vervoerd worden naar de haven. Er is onder meer een samenwerking tussen Lineas en Tabaknasie die gereageerd hebben op een initiatief die we samen met de haven hebben genomen. Dat is wat we tijdens de werken gaan doen, maar nu gaan we even kijken van hoe zullen we later rondom die ring kunnen fietsen langsheen die 35 kilometer fietspaden. Ik begin op Linkeroever. Op Linkeroever zijn we vandaag in uitvoering. Het fietspadennetwerk wordt in de toekomst aangelegd. We leggen die fietspaden aan langsheen die snelweg en ik zoom met u even in op dit gebied.
Langsheen die snelweg E17, R1 en E34 ziet u deze blauwe lijntjes. We gaan de fietssnelwegen uitbreiden. Volledig vanuit het noorden, vanuit de industriezone Waaslandhaven-Oost, zal je in de toekomst richting Antwerpen kunnen fietsen via de Nieuwe Scheldebrug en ook via de Charlotte Kosterlaan richting de voetgangersbrug Sint-Anna-tunnel. En ook op de Nieuwe Scheldetunnel zal je kunnen aansluiten, want daar komt een fietssnelweg in. We zoomen even in op deze zone. Langsheen die E34 zorgen we ervoor dat het woon-werkverkeer vanuit die Waaslandhaven dat die op een veilige manier van en naar Antwerpen kunnen fietsen. Hier in het noorden heb je de Canadastraat en we zorgen ervoor dat de bestaande fietspaden langsheen de Canadastraat en de Keetberglaan, dat die fietspaden aansluiten op die nieuwe fietssnelweg ten zuiden van de E34. We doen dat door de aanleg van een fietstunnel onder die Canadastraat, zodanig dat het fietsverkeer niet moet kruisen met al dat vrachtverkeer dat via dit knooppunt richting Waaslandhaven gaat. Er komt een nieuwe fietsbrug over de E34 en die fietsbrug sluit dan aan op een 6 meter brede fietssnelweg, de F41, die doorgetrokken wordt richting de knoop Sint-Anna. Dit is een luchtfoto uit onze projectatlas, waar je de kluifrotonde ziet die we aan het aanleggen zijn. En hier ziet u de locatie waar de fietstunnel onder de Canadastraat komt, die dan aansluit op de nieuwe fietsbrug en zo op die fietssnelweg. Hierboven loopt die kluifrotonde. Dit is richting noordelijke kluifrotonde. En hier ziet u de tunnel van de fietssnelweg. Die tunnel staat er al, is nog niet aangesloten, maar die is intussen geplaatst. En hier ziet u hoe de fietspaden daarop aansluiten. Dit is een simulatiebeeld van de toekomstige fietsbrug over de E34. En dan zoomen we in op de volgende zone. Dat is de zone van de knoop Sint-Anna. En aan de knoop Sint-Anna, dat is dus het gebied dat de snelweg E34 met de R1 verbindt, maar waar in de toekomst ook de Scheldetunnel op zal aansluiten en waar de Charlotte Kosterlaan vandaag de dag nog op aansluit. Wat vinden we in de toekomst op in dat knooppunt? We gaan daar langsheen de snelweg leggen we een fietspad aan. We voorzien een nieuwe fietsbrug naar de oostkant van de R1. En de R1 sluit aan richting Kennedy-tunnel. De Charlotte Kosterlaan wordt een fiets- en wandelboulevard in de toekomst. En we vinden hier de aansluiting naar de nieuwe Scheldetunnel. Dit is een beeld vanuit de lucht uit onze projectatlas. Hier komt u met de fiets van de Waaslandhaven. Op deze manier kan u richting Charlotte Kosterlaan fietsen. De Charlotte Kosterlaan die een fiets- en wandelboulevard wordt van zodra de Scheldetunnel in 2027 in gebruik genomen wordt. En via deze route kan u ook de fietskoker nemen in de Scheldetunnel. Aan de kant van Linkeroever heeft u dan ook nog de fietssnelweg richting de Kennedy-tunnel, richting Blansevloerlaan. En aan de overkant, dus aan de kant van het Vlietbos-Zwijndrecht, komt een recreatieve verbinding richting Zwijndrecht. Dit is de toegang naar de nieuwe fietskoker in de Scheldetunnel. En in de Scheldetunnel zelf ziet dat er als volgt uit. We hebben hier een 6 meter brede fietskoker, 4 meter fietspad met telkens een schrikstrook van een meter. En dat is ongeveer 2,5 kilometer lang. Het is een kleine 10 minuutjes fietsen, volledig van de Linkeroever naar het eilandje in Antwerpen.
Nu ziet u nog eens het beeld hoe je op deze manier met de fietskoker van de Nieuwe Scheldetunnel inrijdt en dan verderop rijdt richting Rechterover. En dit is een beeld van die groene zone in het Sint-Annabos. En dan komen we aan de volgende locatie, de locatie van de R1. En daar leggen we enerzijds het ringfietspad, maken we dat verder rond. Dus we komen van de Kennedy-tunnel en het ringfietspad gaat verder richting Scheldetunnel. We hebben de aansluiting langs de parallelweg op de Park & Ride. Hier wordt een aansluiting voorzien. Hier komt een recreatief fietspad door het Rot en langsheen de oude op- en afrit Linkeroever. Over de R1 ter hoogte van de tussen de Kennedy-tunnel en de knoop Antwerpen-West komt een nieuwe ecoduct die aansluit op de fietssnelweg F4 langsheen het spoor en op het ringfietspad richting Scheldetunnel. Dat zijn diezelfde verbindingen. Dus dit is de oude op- en afrit Linkeroever die een fietsverbinding wordt, want de nieuwe op- en afrit komt hier langsheen de verbindingsweg. En hier sluit u aan op het Park & Ride Linkeroever met het fietspad. En hier heeft u de nieuwe fietsweg richting Kennedy Tunnel. Dit is de zone aan de Blandse Vloerlaan. Dus eventjes terugkeren. Deze zone. Oei, dat is iets te snel. Ja. Dus hier heeft u de R1. Dit is de Blandse Vloerlaan. U komt van Linkeroever. Hier heeft u aansluitingen. U kan over de Blandse Vloerlaan. U kan de aansluiting nemen richting het fietspad, richting Waaslandhaven Oost. Of verder rijden richting Zwijndrecht. Komende van Zwijndrecht kan u de brug overfietsen richting Linkeroever. Of kan u afslaan om richting Kennedy Tunnel te fietsen. Komt u van Waaslandhaven Oost, kan u met de fiets onder de Blandse Vloerlaan en het Park & Ride gebouw doorgaan en sluit u aan op de fietssnelweg verder richting het zuiden, richting Burgt en richting de Kennedy Tunnel. Dat is een beeldje van die fietstunnel onder het Park & Ride gebouw. En hier zijn we aan het mediahuis. Dit is hier het. Oh, eventjes teruggaan. Dit is het mediahuis. We bevinden ons hier op de Blandse Vloerlaan. De Blandse Vloerlaan waar u hier het Park & Ride gebouw heeft. En dit is de oude op- en afrit Linkeroever. Die wordt verplaatst naar de verbindingsweg. En de oude op- en afrit Linkeroever wordt een fietsverbinding van de Kennedy-tunnel richting Middenvijver, richting Charles de Kosterlaan. Dit is vandaag de dag, de afrit komende van Linkeroever. U komt dan uit op de Blandse Vloerlaan. Hier vooraan in beeld heeft u de tramlijn tussen Linkeroever en Zwijndrecht. En in de toekomst zal dat er als volgt uitzien. Dus dat wordt een groene zone die met een fietspad die aansluit op de Blandse Vloerlaan. Dit is de zone verderop aan de knoop Antwerpen-West. Antwerpen-West dat we nu volledig aan het heraanleggen zijn. Hier in beeld had u de oude oprit Linkeroever. Dat wordt een nieuwe fietsverbinding. Het fietsverkeer, de fietssnelweg van het ringfietspad, sluit aan via een nieuwe brug over de snelweg tussen de Kennedy-tunnel en de knoop Antwerpen-West. En zo fietst u langs Burgtseweel verder richting Kennedy-tunnel, waar u de fietstunnel kan nemen. Hier komt een nieuwe op- en afrit Linkeroever voor het autoverkeer dat richting Kennedy-tunnel wil of dat van de Kennedy-tunnel komt. Het fietspadennetwerk gaat er volledig langs en onder de snelweg onderdoor.
Dat is een beeldje van de locatie onder de snelweg, hè, waar dus die fietspaden zijn en waar ook wandelpaden voorzien worden. En dan gaan we naar de zone van de E17. En aan de E17, eventjes terugkeren. Voilà. Aan de E17 hebben we verschillende fietsverbindingen. We hebben hier het tunneltje aan de Laarbeek. We hebben de fietsverbinding onder de E17 aan de Antwerpse Steenweg. Het fietspad aan de Baarbeek. De fietssnelweg hier. En dan hebben we het volledig vernieuwde fietspad aan de Hoefijzersingel. Dat wordt doorgetrokken naar de Boomgaardstraat. En er komt een nieuwe fietsbrug over de E17 om aan te sluiten op de noordkant van de E17, zodat er opnieuw een recreatieve verbinding ontstaat. Dit is de locatie aan de Laarbeek, waar we een fietstunnel onder de E17 voorzien. Hier heeft u de aansluitingen naar de R1 en langs deze kant rijdt u richting de Kennedy-tunnel. Hier komt u van de R1, rijdt u de E17 richting Gent op en u ziet dat u met de fiets ook volledig de infrastructuur kan volgen en dat er een fietsverbinding onder die E17 is gemaakt, zodat u aansluit op de fietspaden naar Burgt en op de fietspaden richting Zwijndrecht. Dat is een beeldje van de fietstunnel aan de Laarbeek. En dat is van de andere kant bekeken. Dus hier ziet u het water van de Laarbeek dat opengelegd wordt. We staan hier aan de kant van de bedrijvenzone Baarbeek en u vindt aansluiting op de fietspaden richting Kennedy-tunnel en richting Zwijndrecht. En dan komen we verderop aan de fietstunnel aan de Antwerpse Steenweg, ter hoogte van waar het tuincentrum O'Green is gelegen. En ook aan de Pastoor Koplaan worden de fietsverbindingen verbeterd. En aan de Zwijndrechtse straat hebben wij ook de fietsverbinding verbeterd richting deze zone, deze winkelsite. Aan de Carrefour en McDonald's. Dit is de tunnel aan de Antwerpse Steenweg. We staan hier aan de zijde van Zwijndrecht. Dit is een bestaande autotunnel. We maken daar een fietstunnel van. En er wordt een nieuwe tunnel gebouwd, een autotunnel, die ervoor zorgt dat het fietsverkeer en het autoverkeer veilig van elkaar worden gescheiden. Aan de andere zijde ziet dat er als volgt uit. De oude autotunnel wordt een fietstunnel en er komt een nieuwe autotunnel. Dus op deze manier kan het fietsverkeer volledig veilig de E17 kruisen. En dan hebben we verderop nog de fietsbrug E17 over de E17 die de Boomgaardstraat verbindt met de noordkant van de E17. En dan gaan we naar rechterover. We fietsen eerst langsheen de Scheldetunnel. Ik heb deze foto er even terug tussen gestoken. Dus we komen van linkerover, we fietsen de Scheldetunnel in en we komen aan op rechterover aan het Oosterweelknooppunt. Hier komt het autoverkeer toe en hier komt het fietsverkeer toe. Van daaruit heb je aansluiting op het fietspad naar de Scheldelaan en op het jaagpad richting Rooiersluis of het fietspad dat langsheen de Noordkasteelvijver richting Rooiersluis gaat. En hier heeft u de fietspaden richting Oosterweel-Steenweg om verder richting de haven te fietsen. Het ziet er als volgt uit. Dus dit is het knooppunt met de aansluitingen richting de kanaaltunnels. En rechts daarvan heeft u de fietstunnel die bovenkomt op rechterover en die aansluit op het bestaande snelweginfrastructuur. Links ziet u de lokale wegen richting de haven. Vanuit de lucht bekeken ziet dat er als volgt uit. Hier heeft u de Hogere Zeevaartschool en de Noordkasteelvijver. Links is de Schelde, rechts ziet u de haven.
De zone wordt gekenmerkt door een centrale fietsas. Een fietsas die dan aansluit op die fietspaden richting Scheldelaan en de fietspaden richting Oosterweel, Steenweg en Noordkasteelbrugge. Het kerkje van Oosterweel, dat vandaag de dag verdiept ligt, dat wordt blootgelegd, zodanig dat die site ook meer waarde krijgt en we terug zicht krijgen op dat mooie kerkje. Er komen twee fietsbruggen. Hier heeft u de fietsbrug richting Oosterweel-Steenweg en een klein brugje over dit rietveld. En de zone ziet er dan als volgt uit. Het wordt het eerste ringpark dat gebouwd wordt in de omgeving van de Oosterweelknoop. En dan gaan we verder richting de R1. In deze zone gaan we de ring verdiept aanleggen en dat biedt natuurlijk heel wat ruimtelijke mogelijkheden. Het viaduct van Merksem is vandaag de dag een stadskanker, kan je wel zeggen. En die zone ziet er natuurlijk niet zo aangenaam uit. Hier komt u van het Sportpaleis en heeft u het viaduct van Merksem langsheen het Looproekdok over het Albertkanaal en zo gaat dit verder voorbij Merksem. Deze infrastructuur die gaan we afbreken en de ring komt verdiept te liggen. En dat ziet er dan als volgt uit. Dus het verkeer gaat van het plus 1 niveau naar het min 1 niveau en komt hier in een diepe sleuf te liggen langsheen dat Looproekdok. Een deel wordt overkapt in de zone voor het Albertkanaal en de ring gaat hier verder en ook hier zorgen we voor een overkapping ter hoogte van de Groenendaallaan en een bermenlandschap om een buffer te vormen tussen Merksem en die ringinfrastructuur. De stadsdelen worden op die manier dus terug met elkaar verbonden. En we kunnen dat ringfietspad, dat vandaag stopt aan Schijnpoort, we kunnen dat verlengen tot Mazurenbrug. We lopen dat traject even langs vanaf het noorden tot aan Hofterlo. We bevinden ons hier aan de Groenendaallaan ter hoogte van Merksem en Luchtbal. U ziet hier de blokken van de Luchtbal. U ziet hier centraal die Groenendaallaan. En de ring loopt hier door. In de toekomst zal er dat als volgt uitzien. De ring gaat onder het Albertkanaal onderdoor. Onder de Groenendaallaan wordt zelf verdiept aangelegd en we kunnen ook een eerste overkapping over die Groenendaallaan zelf creëren. We zoomen daar eventjes op in, dus het gaat over die zone. Dus hier heeft u de blokken aan de Luchtbal. De blokken aan de Luchtbal, het station Antwerpen Luchtbal, die Groenendaallaan en het is in deze zone en langsheen die ring dat we dat bermenlandschap en die eerste overkapping kunnen realiseren. En dat ziet er als volgt uit. De snelweg is hier weg. Die gaat onder de Groenendaallaan onderdoor. Dus hier heeft u de Groenendaallaan lopen. Dit is de spoorlijn, die kunnen we uiteraard niet overkappen. Maar de ringstructuur zelf, die loopt hier volledig onderdoor. En die komt hier een beetje verderop in een sleuf te liggen. Dit zorgt ervoor, doordat we ook die Groenendaallaan zelf ook verdiept kunnen aanleggen, zorgt dat ervoor dat we een parkbrug over die Groenendaallaan kunnen leggen. En dat we het trage verkeer kunnen doortrekken volledig naar het noorden, zonder dat het verkeer van de Groenendaallaan moet kruisen. Dat is dezelfde zone, maar dan vanuit een andere hoek bekeken. De ring loopt hier volledig onderdoor en die komt hier verderop in de sleuf te liggen. De Groenendaallaan zelf is verdiept aangelegd. De aansluitingen van de ring naar de Groenendaallaan, ook die worden overkapt. En hier heeft u de parkbrug die ervoor zorgt dat het trage verkeer van het Albertkanaal verder door naar het noorden, naar Mazurenbrug, kan doorgetrokken worden zonder
zonder dat je moet kruisen met dat gemotoriseerd verkeer. En dat biedt uiteraard heel wat mogelijkheden voor de invulling van die ruimte in die wijken die het daar toch wel moeilijk hebben. Verderop ziet u ook dat we de ring volledig afbakenen met geluidsschermen en bermen als buffer naar die zone van Merksem. Dan gaan we ietsje meer naar het zuiden, naar de zone van het Looproekdok en de wijk Den Dam. En dat is deze zone. Dus hier heeft u de IJzerlaanbrug. De IJzerlaanbrug die Merksem verbindt met de wijk Den Dam en de Slachthuislaan. U ziet hier het Looproekdok. Hier is het Looproekdok. En naast het Looproekdok leggen we de ring verdiept aan en zorgen we voor de overkapping aan het Looproekdok. Langsheen wordt het ringfietspad verder doorgetrokken richting Schijnpoort. Dit is de toekomstige zone aan de huidige IJzerlaan fietsbrug. Dus vanuit Merksem zal u in de toekomst terechtkomen in een parkgebied. Een parkgebied dat zal aansluiten op die Slachthuislaan en op eigenlijk het hele Antwerpen-Noord. De ring zelf gaat hier al verdiept onder dat park onderdoor en dan verder richting Merksem. Dat is de zone in het parkgebied Looproekdok. Men is de inrichting van al die gebieden, van al die ringparken, wel nog verder aan het uitwerken. Dus de structuren worden al voorzien en de inrichting zelf wordt nog verder verfijnd en nog verder geoptimaliseerd in verschillende workshops. Maar dit geeft al een beeld van hoe dat er zal uitzien in de toekomst, welke mogelijkheden er allemaal zijn, hoe dat fietsverkeer, wandelverkeer, dat recreatieve verkeer, hoe dat allemaal zijn plaats zal vinden in die bermen langsheen de ring. En dan komen we aan de omgeving van het Sportpaleis. Op dit prentje, op deze foto, ziet u het viaduct van Merksem. Ziet u ook die zone Schijnpoort, die onder die ringinfrastructuur doorgaat. En hier is niets meer van die ringinfrastructuur te zien. Die gaat volledig onder Schijnpoort onderdoor. Zodanig dat we van Schijnpoort een stedelijk plein kunnen maken, gecombineerd met een groene invulling aan het Looproekdok, waar dat ringfietspad verder door zou getrokken worden richting noorden, richting Merksem. Ik zoom daar eventjes verder op in. Dus dit is de locatie, het is deze omgeving. Deze omgeving aan waar hier het Sportpaleis is. En dan hebben we verderop ook ter hoogte van Rivierenhof een verbinding die zal gemaakt worden over de ring richting de zuidkant van Spoor Oost. Dat is een toekomstbeeld van het Sportpaleis, waar vandaag de dag gaat dat viaduct erover, maar in de toekomst zal dat als volgt eruit zien. Dus de ring wordt verdiept aangelegd. We krijgen dit plein, dat wordt een openbaar vervoerknooppunt, die overstapmogelijkheden, fiets, openbaar vervoer. Het ringfietspad wordt doorgetrokken met een fietsbrug richting Looproekdok. En zo zal je het ringfietspad verder kunnen nemen naar die IJzerlaanbrug en dan verderop richting Groenendaallaan en verder door naar Merksem. Park Looproekdok bevindt zich hier met die bermen daarlangs. En we zijn ook aan het bekijken om deze verbindingen naar de andere kant te brengen, verder weg van de wijken van Deurne. Hier komt u van deze brug lichter al. Dat is de passerel die tot hier, tot aan deze trap is gebouwd. Maar we zullen dat in de toekomst dus aansluiten op die nieuwe fietsbrug. En op die manier kan eigenlijk iedereen die naar een evenement gaat in het Sportpaleis, parkeert aan Parkspoor Oost, die kan op een veilige manier de doorsteek maken richting die evenementenzone. Dus nog eens opnieuw een luchtbeeld. Het stormt hier blijkbaar in het Looproekdok. Maar ook hier ziet u hoe dat die zone volledig verandert.
En tot slot hebben we ook nog de overkapping ter hoogte van Hofterlo, waardoor dat we eigenlijk de zuidkant van park Spoor Oost kunnen verbinden met het Rivierenhof. Het ringfietspad gaat hier onder de Turnhoutse baan door en kan verder verbinding vinden over dat nieuwe park en verder doorgetrokken worden richting Schijnpoort. Als je zelf regelmatig de fiets neemt, dan mag je dat zeker laten weten in de chat. Dan we zijn benieuwd naar jullie route. Dus je kan ons dat allemaal laten weten. Dat is nog een beeldje vanop die overkapping aan Hof Terlo. Wilt u meer weten over al onze werken, dan kan u terecht op onze website. We hebben verschillende e-brochures die je ook op onze website kan terugvinden. Schrijf u alvast ook in op onze e-nieuwsbrief en volg onze sociale media. We hebben ook een zeer interessante tool op onze website, de projectatlas. Ik ga die even tonen, zodat u zelf heel eenvoudig alles kan terugvinden. Eventjes naar mijn website gaan. Dus dit is de website oosterweelverbinding.be. Op Wat verandert er in jouw buurt vindt u onze projectatlas terug. Via onze projectatlas kan u de kaart bekijken en u kan daar met de muis of als u een touchscreen heeft met het touchpad gemakkelijk op inzoomen en zo kan u eigenlijk het volledige traject bekijken en kan u inzoomen op de locatie hier bijvoorbeeld aan de Groenendaallaan waar we die brug voorzien, die groene parkbrug over die Groenendaallaan. Dit is dan de spoorlijn. De ring zelf die loopt hier volledig onderdoor en hier komen de op- en afritten toe van de ring. Ook volledig overkapt. En zo kan u dus verder het hele traject volgen via onze projectatlas. Voilà, dat was het. Ik ben blij dat jullie erbij waren. Ik wens jullie alvast veel fietsplezier in de toekomst met die 35 kilometer fietspaden van het Oosterweel project. Dit was het voor vanavond. Ik wens jullie nog een fijne